De Bijenkorf-tas nog in de hand, zie ik. U was in de Bijenkorf op het moment dat de bommelding kwam? Ja, ik was aan het shoppen, een jas halen en met mijn vrouw. En op een gegeven moment ging alarm af, heel hard. En werden we verzocht om, zeg maar het pand te verlaten vanwege een technische storing werd gemeld. Dus alles ging met de trap en alles naar buiten. Ja. Hier staan wij dus. Hoe ging die ontruiming? Nou, eigenlijk moet ik zeggen heel relaxed en heel rustig. Het is helemaal geen paniek of zo. Gelukkig maar, want het was best wel vol in de Bijenkorf. Dus iedereen ging gewoon op zijn gemak eigenlijk naar buiten. En ik ging maar aan één kant naar buiten, aan de kant van de beursplein, zeg maar. En perfect eigenlijk. Het is goed afgelopen, moet ik zeggen. Begreep u gelijk dat er wat de technische storing betekende? Nee, want dat, weet je, die alarmen, dat is vaak om geen paniek te gaan veroorzaken. Doen ze dat natuurlijk. Wel eens vaker iets meegemaakt. Zeg van, nou, technische storing of er is iets aan de hand. Dat je gewoon rustig naar buiten gaat. Nou, dat hebben ze perfect gedaan, moet ik zeggen. Toen stond u buiten en hoe ging het toen verder? Nou, het was al heel druk toen. Toen dacht ik ook, wat is er tegen mevrouw? Toen zei je, nou, is er waarschijnlijk ook ontruimd, want het was zo druk op de Kalverstraat, je kon geen kant meer op. En toen zijn we richting de spui gaan lopen en daar was het een stuk rustiger. Dus. En nu weet u wat er aan de hand was? Nee, dat moment niet. Dat hoor ik achteraf. Toen zaten we in een cafeetje en hoorden we eigenlijk dat er een bommelarm was. Maar we wisten niet waar hoor, of nou Bijenkorf was of Krasnopolski of. Maar op een gegeven moment was de hele dam helemaal afgesloten. Dus je kon geen kant meer op in de Kalverstraat. Dus dat was even drukte. Maar voor de rest viel het wel mee. Iedereen ging heel ordelijk eigenlijk de dam af. Ja, eigenlijk wel, ja. Nee, inderdaad, ja. Ja. Als je er nu aan terugdenkt, van, dat niet ging om een technische storing, maar om een bommelding. Wat denkt u dan achteraf? Ja, in het begin besef je niet, maar later zaten we daar een biertje te drinken. Toen zei ik tegen mevrouw, nou, dan zijn we het eigenlijk wel ontsnapt eigenlijk aan misschien wel een grote, actie die gevoerd is. Dus. Ik ben ben wel blij dat het afgelopen is. Dus. Gaat u nog terug naar de Bijenkorf? Nee, ik ga naar huis. ik moet morgen wel de schoenen ophalen, want we waren aan het afrekenen voor de schoenen. Dat mocht niet meer, dus ik ga morgen wel weer terug, ja. Dus. Dat durft u wel weer? Jawel, joh. Dat is, dat gebeurt nou. Dus, het is nou helemaal zo. Ik ben niet zo paniekerig, hoor. Dus wat dat betreft, dan ben ik wel heel, ik zie het wel, de betrekkelijkheid.